Thank you.
Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen in deze dienst van harte welkom. In het bijzonder de gasten onder ons. Ook de mensen die deze dienst later beluisteren via het internet. In deze dienst gaat Lieneke Buis voor. Kees Steketee bespeelt de vleugel. Tijdens de dienst van de gaven zijn er twee rondgangen. De eerste rondgang is bestemd voor de ouderen in Moldavië. Een toelichting hierover kunt u lezen in uw orde van dienst. En bij de uitgang mag uw gift in de daarvoor bestemde schaal, welke is bestemd voor de rentmeesters. Zondag 6 oktober gaat Manny Hovenkamp voor en dan is wederom Kees Steketee de pianist. Afgelopen donderdag was er de eerste avond van Andries. 10 oktober is de tweede avond in de paardenstal aanvang 7:30. Na deze dienst is er koffie en thee achter in deze zaal. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Na het aansteken van de leeskaarsen is er gelegenheid voor stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Ik wens u allen een goede en gezegende dienst toe. Onze hulp is de naam van de Heer. Hij blijft trouw, altijd. Hij gaat niet los als hij van ons is. De Heer zij met jullie, met zijn genade en vrede. Ook met jou, zij de Heer. Thank you.
voor dit uur en deze plek. Om hier te zijn. Om tot stilstand gebracht te worden. Om daar in ieder geval een poging toe te doen. Zijn we hier gekomen. Wat ons beweegt. Jij weet het. Behoed ons in dit samen zijn. Dank je dat het een samen zijn is met elkaar. Geef ons de moed om tot ons te laten doordringen dat we voor jouw aangezicht hier zijn. En dat al wat leeft er is voor jouw aangezicht. Daar hebben we moed voor nodig. Want ons denken is vaak klein, ingeklemd, onderworpen. Kom ons te hulp om ons te openen, om eerlijk te zijn, om te ontvangen wat jij geeft. Amen. Staat er, maar het is er maar één vandaag. Maar even goed, zullen we daarvoor bidden. Voor het woord dat ons is overgeleverd zo lang geleden, danken we je. Wat is dat een bijzondere voorraad. Een enorme bron om uit te putten. Help ons om ons ook vandaag daarvoor te openen. Amen. We beginnen vandaag aan een nieuw blok. En dat blok is kolossaal. Oude Testament heet het. We waren met de voorgangers daarvoor bij elkaar. En ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dan te kiezen uit het Oude Testament. Het wordt natuurlijk vaak genoeg hier gelezen. Dat is niet alleen in dit blok gelukkig. Maar toen we daarvoor stonden, was het toch wel heel, heel veel. En dat doet uiteindelijk ieder natuurlijk voor zich. Hoe ga je dan te werk? Hoe kies je dan? Nou, ik kan het alleen maar voor mezelf vertellen natuurlijk. Ik heb een beetje mijn ogen dicht gedaan en gedacht van, nou, waar zou ik nou nog eens graag over willen preken op die zondag? En toen kwam dit hoofdstuk bovendrijven en dat kwam iedere keer weer terug. En dat kan ik ook ja, niet precies uitleggen natuurlijk, maar ik hoop dat er iets van naar voren komt in het geheel van dit verhaal.
Het heeft er iets mee te maken dat ik heel erg verknocht ben aan het Oude Testament. Dat ik er plezier in schep. En hoe kan dat? Hoe is dat gekomen? Nou, daar komt wel vast iets van langs. Zo. Laten we het eerst eens maar eens lezen. Genesis 14. Een merkwaardig hoofdstuk. Er was in de dagen van Amraphel, de koning van Shinar, Arjoch, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidaal, de koning van Goïm. Zij leverden strijd met Bera, de koning van Sodom, met Birsha, de koning van Gomorra, Shinav, de koning van Adma, Shem-Ever, de koning van Sevoyim. En de koning van Bela, dat is Zoar. Al deze verbonden zich naar de vlakte van Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar dienden zij Kedorlaomer. Het 13e jaar rebelleerden zij. In het 14e jaar kwam Kedorlaomer en de koningen met hem. Zij sloegen Refaïten in Ashterot-Karnaim, de Zuzieten in Gaam, de Emieten in Shaweh-Kiryataim, de Gorieten in het gebergte te Seir, tot El Paran bij de woestijn. Ze keerden terug, ze kwamen naar één mishpat, dat is Kadesh. Zij sloegen het hele veld van de Amalekiet, ook de Emoriet die in Gatzetzon Tamar zat. De koning van Sodom ging uit. En de koning van Gomorra, de koning van Adma, de koning van Sevoyim, de koning van Bela, dat is Zoar. Zij schikten met elkaar in de vlakte van de Siddim strijd tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidaal, de koning van Goyim, Amraphel, de koning van Shinar, Arjoch, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. De vlakte van Siddim, bronnen van lijm. De koning van Sodom en Gomorra vluchten, ze vielen daarin. Wie overbleven vluchten naar het gebergte. Zij namen alle bezit van Sodom en van Gomorra en al hun eten, ze gingen. Ze namen Lot en zijn bezit, de zoon van de broer van Abram. Zij gingen, hij zat in Sodom. De ontkomene kwam, hij deelde het mee aan Abram de Hebreer. Abram woonde bij de eiken van Mamre, de Amoriet, de broer van Eshkol en Aner. Zij waren bazen van het bondgenootschap van Abram. Abram hoorde, ja, zijn broer was ontvoerd. Wie van hem bruikbaar waren, de geborenen van zijn huis, stelde hij beschikbaar, 318. Hij achtervolgde tot Dan. Hij verdeelde zich tegen hen, 's nachts, hij en zijn dienstknechten. Hij sloeg hen, hij achtervolgde hen tot Gova, links van Damascus. Hij liet terugkeren, het hele bezit. Ook Lot, zijn broer, en zijn bezit liet hij terugkeren. Ook de vrouwen en het volk. De koning van Sodom ging uit, hem tegemoet. Nadat hij teruggekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en de koningen met hem. Naar de vlakte van Shaweh, dat is de vlakte van de koning. Malkitzedek, de koning van Shalem, liet brood en wijn uitgaan. Hij was priester voor El Elyon. Hij zegende hem. Hij zei, gezegend Abram voor El Elyon, verwerver van hemel en land. Gezegend El Elyon, die je benauwers uitleverde in je hand. Hij, Abram, gaf hem een tiende van alles. De koning van Sodom zei tot Abram, geef mij de ziel, het bezit, neem het voor jou.
Abram zei tot de koning van Sodom: ik hef mijn hand naar de Heer, El Elyon, verwerver van hemel en land. Als ik van draad tot sandaalriem, als ik maar iets van jou neem. Jij zegt niet, ik maak Abram rijk. Buiten mij om, enkel wat de jongens aten, het deel van de mannen die met mij gingen, Aner, Eshkol en Mamre, zij namen hun deel. Gehoord van Abraham, die uit Ur der Galdeeën kwam, zongen we vroeger. Liedje van Hannelam en Winterburg. De eerste aartsvader. Menigeen zal toch wel een paar verhalen over hem kennen. Het hoofdstuk dat we vandaag gelezen hebben, ik vraag me af of dat erbij zat. Ik kon me dat zelf niet zo herinneren, dat ik dat vroeger heb gehoord. Abraham, die eerst Abram heet, is de man die een stem heeft gehoord, een oproep. Hij heeft aan die stem gehoor gegeven en een lange reis ondernomen met zijn vrouw, zijn hele bezit aan kudden, samen met zijn neef Lot en diens hele bezit, zijn hebben en houden. En met elkaar komen ze in het land Kanaan. Als ze daar een tijdje zijn, blijkt het bezit van Abram en Lot zich enorm uitgebreid te hebben. De herders van hun kudde zijn geregeld aan het bakkeleien over het beste stukje gras. En dan vindt Abram het beter om uit elkaar te gaan. En Lot, en dat herinneren ons vast nog wel, kiest voor de mooie streek bij de Jordaan, rijk aan water. En daar, vlakbij Sodom, slaat hij zijn tenten op. En dan komt het hoofdstuk 14, dat we nu gelezen hebben. Wat gebeurt hier? Met die verhalen van Abraham zijn we nog aan het begin van de Bijbel, van dat Oude Testament. En opeens verschijnt hier voor het eerst een nieuwe figuur, een koning. Maar het is niet één koning, het wemelt plotseling van de koningen. En het eerste wat we van koningen horen is dat ze ten strijde trekken. 4-5. Uitvoerig worden ze opgezond met naam en plaatsnaam. En het zijn allemaal namen die we alleen maar in dit hoofdstuk tegenkomen. De vier koningen zijn koning in het gebied
of in gebieden, moet ik zeggen, ver in het oosten, waar Abraham vandaan komt. Ergens in de buurt van het huidige Iran. Ze hebben hun machtsgebied enorm uitgebreid en ook dat landje Kanaan valt eronder. De vijf zitten op een kluitje in dat paradijselijke gebied waar Lot is gaan wonen. In steden waarvan er in ieder geval twee ons bekend in de oren klinken, Sodom en Gomorra. Die vijf koningen hebben ook nogal bizarre namen. Bijvoorbeeld Bera, dat betekent vrij vertaald kwaaie peer. En Birsha, booswicht. We krijgen allerlei signalen dat het niet pluis is daar. Vier koningen tegen vijf. Vier uit Abrahams verleden, die verre streken van zijn geboorte. En vijf rond de steden die in de verhalen die nog komen een rol gaan spelen. Voor Abraham en voor Lot. Met als centrum Sodom. Het licht valt op een groot decor van Abrahams verleden en toekomst. Laten we nog even kijken hoe fraai het verteld wordt. Al die koningen sluiten zich bij elkaar, de vier en de vijf. De plaats is de vlakte van Siddim, dat is de Zoutzee. Maar wacht, die Zoutzee was er toch nog niet? Dan wordt de aanleiding tot dit militaire treffen verteld als een telrijmpje. 12, 13, 14. De maat is vol. Dat gespuis daarbij de Jordaan heeft 12 jaar belasting betaald uit de jaarlijkse opbrengsten van het land. Zo gingen de vorsten uit het oosten vaak te werk. De onderworpen volken mochten blijven waar ze zijn. Maar ze werden verplicht om in natura schatting te betalen. 12 jaar gaat dat goed. Maar in het 13e jaar gaan ze dwars liggen en worden de vereiste bijdragen niet aangeleverd. Met een grote overwinningstocht komen dan die vier koningen opzetten. Steeds dichterbij. De ene veldslag naar de andere ondertussen. Maar die kleine vijf, die laten het niet op zich zitten, die gaan erop uit. Vijf is toch mooi eentje meer dan vier. Alle vijf worden ze niet benamen, maar wel met hun steden opnieuw genoemd. En vervolgens horen we dan weer één voor één die vier grote namen uit het oosten. Vier tegen vijf koningen, vijf tegenover vier, tegenover elkaar in de vlakte van Siddim. Het loopt uit op een smadelijke aftocht voor de vijf. De koningen van Sodom en Gomorra slaan op de vlucht en ze vallen in putten met een kleverig soort leem. En ze zullen vies en plakkerig en weinig koninklijk thuisgekomen zijn. Ondertussen is Sodom leeggeroofd. En nu pas zijn we terug bij eigenlijk de hoofdfiguur van de reeks Abraham, via Lot. Iemand die ontkomen is, komt het hele verhaal vertellen aan Abraham. En dan staat er, Abraham hoorde. Wat hoorde hij? Hij hoorde, ja, zijn broer was ontvoerd. Lot is niet meer de zoon van zijn broer, maar zijn broer, tot twee keer toe. Nu komt er een hele andere beweging op gang. Abraham en Lot, die hebben zich dan van elkaar gescheiden, maar ze horen bij elkaar, ze zijn verbonden. Abraham, de niet-koning, komt op voor zijn broer. En met zijn eigen mensen speelt hij het klaar om Lot en diens bezit en de mensen te bevrijden uit de hand van de grote overwinnaars. Dan is de koning van Sodom weer aan zet. Hij heeft zich weer een beetje opgekalefaterd. En hij trekt uit voor een ontmoeting met Abraham en die hele teruggevoerde menigte. En die ontmoeting moet plaatsvinden op een bijzondere plaats. De vlakte van Yahweh, dat is de vlakte van de koning.
Als we nu een paar zinnen zouden overslaan, die heb ik in de tekst cursief weergegeven, dan zou het verhaal nog enigszins een logisch vervolg hebben. De koning van Sodom neemt zijn koningsrol weer op zich en hij wil wel toegeven dat hier toch iets uitzonderlijks is gebeurd. Iets is gepresteerd door die Abram. En dan stelt hij voor om de heroverde buit te verdelen. Abram alle bezittingen en hij zelf de mensen. Maar Abram wil dat onder geen beding. Hij wil volkomen vrij zijn van deze koning. Hij weigert om dat spel van geven en nemen, van verdeel en heers, mee te spelen. Hij houdt de eer aan zich. Bijbelse geschiedenis. Dat stond vroeger als een van de vakken op mijn rapport. Dat woord geschiedenis was een ongelukkige keus, om het maar zacht te zeggen. Daar zijn we inmiddels al achter gekomen. De Bijbel is geen geschiedenisboek. Maar het valt me telkens weer op hoe moeilijk het is om daar echt van los te komen. Om te ontdekken wat voor boek die Bijbel dan wel is. Wat mij zelf daarbij geholpen heeft, is vooral de taal van de Bijbel. De manier waarop de dingen verteld worden. Dat vraagt wel om een andere manier van lezen. Niet meteen weten of denken te weten wat er staat, wat je zo in eerste instantie leest. Maar vooral eerst kijken hoe het er staat. Er wordt met taal en met woorden omgegaan op een manier waar wij niet aan gewend zijn. Je kunt het vergelijken met poëzie. Dat lees je ook niet zomaar even weg. Daar zit van alles in verstopt. Daar valt in de woorden, in hoe die creatief gebruikt worden, van alles te ontdekken naarmate je het langzamer en met aandacht leest. Bij deze manier van lezen heb ik veel gehad aan een leesregel van de rabbijnen. Lang geleden hebben die een aantal regels voor het lezen opgesteld van de Torah. En één daarvan luidt: er is geen eerder en later in Torah. Wat een ruimte geeft dat. Dan ben je in één keer van die geschiedenisband af. Er is geen eerder en later in Torah. Ruimte geeft dat om onder die dwangmatigheid van het moet toch kloppen vandaan te komen. In het hoofdstuk van vandaag kun je dat ook mooi zien. Er wordt hier een andere logica gehanteerd dan die waar wij aan gewend zijn. In de vlakte van de koning, daar zal Abram na zijn heldhaftige onderneming de koning van Sodom ontmoeten. Maar wie ontmoet hij? Er klinkt een hele nieuwe naam, Malki-Tzedek. Zomaar verschijnt er, bij verrassing, een tiende koning. Koning van rechtvaardigheid betekent zijn naam. En nieuwe, onverwachte woorden buitelen nu over elkaar heen. Malki-Tzedek, de koning van Shalem, ik lees het stukje nog maar even weer. Hij liet brood en wijn uitgaan. Hij was priester voor El Elyon. En El Elyon wordt meestal vertaald met de allerhoogste God. Maar we weten niet wie God is. Ik denk, we laten het maar even zo. El Elyon. Hij zegende hem. Hij zei: gezegend Abram voor El Elyon, verwerver van hemel en land. Gezegend El Elyon, die jouw benauwers uitleverde in je hand. En Abram gaf hem een tiende van alles. Melchizedek, wie is hij? Nog één keer komen we die naam tegen. In een psalm en verder niet in het hele Oude Testament. Priester is deze koning. Dat is een merkwaardige combinatie, koning en priester. Tamelijk ongehoord in de Bijbel. Alleen te vinden in diezelfde psalm.
De koning van Chaleen. Waar mag dat liggen? Komt in de Bijbel nog één keer voor, weer in een andere psalm. Verder niet. Maar het kost niet zoveel moeite om er met een beetje fantasie iets in te horen. Verander die E door een O en je hebt Shalom. Of zet er Jeru voor en je hebt de naam van een hele bekende stad. Jeruzalem, Jeruzalem. Die wonderlijke koning sluit zich bij niemand van de negen aan, maar hij zegent. Hij spreekt een zegen uit in twee richtingen. Naar beneden kun je zeggen en naar boven. Abraham wordt gezegend en vervolgens wordt El Elyon gezegend. Die twee, Abraham en El Elyon, worden in die zegen kruiselings met elkaar verbonden. Onder met boven en boven met onder. Na die zegen spreekt Abraham niet, maar hij doet iets. Van alles wat hij mee teruggebracht heeft, neemt hij 10% en dat geeft hij aan deze koning. Een dubbele zegen, een geschenk. Maar het meest wonderlijke heb ik nog overgeslagen. Koning Malkitsedek laat uitgaan brood en wijn. Brood en wijn. Wat klinkt ons dat bekend in de oren? Die edele producten, oeroud, allebei gegist. Druiven en graan, brood en wijn. Hoe komen die woorden hier? Nergens in het Oude Testament vind je zo in de simpele samenstelling ze zo. Brood en wijn bij elkaar. Zo snel als de koning van Chaleem gekomen is, zo snel verdwijnt hij weer. Je vraagt je af of de koning van Sodom hem eigenlijk wel gezien of gehoord heeft. Daar merk je in ieder geval niets van, want alsof er niets gebeurd is, gaat hij gewoon aan het onderhandelen met Abraham. Maar Abraham heeft het gehoord. In zijn antwoord aan de koning van Sodom is hij sterker dan ooit. Hij heft zijn hand op en neemt daarbij dezelfde woorden in de mond die hij net van de bijzondere koning gehoord heeft. De mensen en de spullen, ze zijn niet van jou of van mij. Er is een andere eigenaar, iemand die zich hemel en aarde verwerft. Al weet ik dan wel zo'n beetje wat er in Genesis 14 staat, omdat ik het al een heleboel keer gelezen heb. Telkens weer, als ik het lees, verrast dit verhaal. Met een kinderlijke verrassing. Zoals een kind om een bepaald grapje moet lachen, een kunstje, en wil dat je het eindeloos vaak herhaalt en dat altijd weer erg moet lachen. Hoe vaak je dat ook doet, zoiets gebeurt er met mij hier. Ik verwonder me erover hoe het gewone doorbroken wordt. Het gewone. Wat hier verteld wordt, kun je lezen als een spiegel. Wat hier gebeurt, gebeurt altijd weer. Gebeurt vandaag. Want koningen die staan voor macht. Voor overheersing. Grootmachten en kleine machten. Dat is het decor in het leven van ons allemaal. De politiek, spanning, oorlogsdreiging, wereldproblemen. En op de voorgrond zien we Abraham en Lot, mensen zoals wij, op dat toneel met zijn menselijke, dagelijkse maat. Het leven waar je je handen aan vol hebt. Zo speelt ons leven zich af, in het klein. Ieder van ons leidt zijn en haar eigen leven zoals het nu is, op je plek, daar waar je woont, in de verbindingen die je hebt met anderen. En dat grote wereldgebeuren, dat gaat door. Het lijkt een machine die voortdendert, onontkoombaar. Maar de verteller van dit verhaal prikt in die hele massieve stroom, in dat hele gedoe.
Alsof het een spel is, lijkt hij een beetje de draak te steken met die koningen. Ik moest bij 4 en 5 steeds denken aan Ganzenbord. En bij die twee partijen aan Stratego, hoewel ik dat een rotspel vond, moet ik zeggen. Een spel lijkt hij te spelen. En midden in het verhaal, midden in dat spel, voert hij dan die koning op die domweg niet te plaatsen is. Bij verrassing. En ook de nog enigszins logische loop van het verhaal wordt door die koning helemaal overhoop gegooid. Een vreemde figuur. Wat betekent verrassing? Er zit het woordje ras in. Vlug, snel. Iets of iemand is je te snel af. Overrompelt je. Je had het niet verwacht, niet voorzien, niet aanzien komen. Deze week had ik een gesprekje met een jonge vriend en die vroeg waar ik het zondag over ging hebben. Toen we het over de combinatie van Bijbel en verrassing hadden, zei hij: maar veel mensen willen zich helemaal niet laten verrassen. Het was voor mij eigenlijk de preek. Iedere week bidden we hier het Onze Vader. Laat uw koninkrijk komen. Zult ook vandaag bidden. Een koning. In de hele Bijbel blijft dat woord een grote rol spelen. En bij voorbaat wordt hier het koningschap onder kritiek gesteld. Het is een spannende kwestie. Wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? Uw koninkrijk komen. Wat bidden we dan? Geloven we dat we onderworpen zijn aan de onverbiddelijke loop van de wereldgeschiedenis, van de evolutie? Of durven we ruimte te laten voor iets wat ons overzicht en onze logica doorbreekt? Volgende week en iedere zondag van de maand, de eerste zondag van de maand bedoel ik, delen we brood en wijn. Prachtige tekens. Tastbaar. Proefbaar. En we gedenken het laatste avondmaal van Jezus. Nieuwe Testament. Maar op een wonderlijke manier laat het verhaal van Abraham en de koningen zien hoe er een echo doorklinkt die de tijd overstijgt. Durven we het aan om bij die tekens tegen beter weten in te blijven geloven in iets. Iets in ons wat de tijd op zijn kop zet, zodat er geen vroeger en later is. Willen we ons laten verrassen? Ik eindig met deze vraag. Amen.
Dank je, God, voor alles wat de dingen op hun kop zet, wat doorbreekt, wat zo'n taaie, onverbrekelijke stroom lijkt. Maar om het echt te geloven, kom ons te hulp. Behoed ons ieder op de plek waar we zijn, met dat wat er op die plek in ons gaande is. Of het mooi is, gelukkig of misschien vaker moeizaam. Wees ons nabij in het proces dat we aangaan. Het werk dat we te leveren hebben, om dat voluit te doen, om telkens opnieuw de verrassing te durven toelaten, want vaak willen we hem niet zien of durven we dat niet aan. Maak ons open om te leren wat het is om te vertrouwen als een kind. Ontferm je, God, over deze wereld. We vertrouwen dat je dat doet en dat geen mensenkind aan je aandacht ontsnapt. Dat je het lijden kent, het verdriet, de onmetelijke hoeveelheid onrecht. Ontferm je over deze wereld en over ons. We willen stil zijn om ons hart te openen voor jou. Samen bidden we. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Thank you.
plaats waar we ieder leven. Vergezelt ons de zegen van boven. De Heer zegent ons. Hij behoedt ons. De Heer wil zijn aangezicht verlichten naar ons en ons genegen zijn. De Heer heft zijn aangezicht naar ons op en stelt voor ons vrede.